Yo mensen, vandaag heb ik weer een nieuwe video en vandaag ga ik het hebben over mijn ergste, slash raarste, slash grappigste poepverhalen. Ik heb trouwens een hele nieuwe setup, ik heb alles veranderd, mijn bed, alles. Ik wilde er eigenlijk een video over maken, maar ik vond hem heel erg saai, dus ik heb hem maar niet geüpload. Maar ik ga het dus hebben over mijn grappigste, raarste, vieste poepverhalen. Het eerste verhaal is heel raar. Ik was serieus een jaar of drie of zo. En elke keer als ik naar de wc ging en ik moest poepen, durfde ik niet te poepen. Ik durfde mijn eigen drol niet te laten vallen. Ik durfde niet die lekkere kletsen dat al het water lekker plats tegen je reet aan komt. Dat durfde ik niet. Mijn ouders wisten niet wat het was. En het heeft echt een paar weken geduurd dat ik maar niet durfde te poepen. En natuurlijk ga je wel poepen, want anders klapt je buik uit elkaar of zo van al die stront die zich ophoopt. Maar waarom zou je godsnaam angst hebben voor poepen? En überhaupt op je derde, want dan kun je nog amper nadenken. Dat is dus echt super raar, net als het volgende verhaal dat ik ga vertellen. Ik was in het bos, gewoon lekker aan het lopen. Ik was denk 10, 11, maximaal 12. Pien was mee. Pien is mijn hond. En we waren gewoon lekker aan het rennen. Ik was met Pien aan het rennen. Ik moet toch ineens een partij schijten, jongen. Dat is niet normaal. Ik denk, shit, ik zit in de middle of nowhere. Hoe moet ik gaan poepen? Nou, ik had geen wc-papier bij me. Dat is denk ik al logisch, want ja. Yo, let's go to the forest. Yo, what do we take with us? Let's take toilet paper. Maar ik moest dus kapot nodig schijten. Daar kwam het op neer. En Pien, die houdt soms nog wel eens van poep. Kom ik later op terug. Dus ik had gepoept. En hoe moet ik mijn reet afvegen? Ik had gepoept in het bos. Waar allemaal mensen liepen. Ik was gewoon even een heuveltje achter gegaan. Gewoon lekker zitten schijten. Nou, gelijk weer een kilo lichter. Hoe moet ik in godsnaam mijn kont afvegen? What the fuck? Ik zie dat er nu een dode vis ligt in mijn aquarium. En ik zit maar te stressen. Ik denk, nou, ik ga mijn reet niet afvegen met blaadjes, weet je wel. Dat schuurt volgens mij als echt een schuurpapier. Dus wat ik heb gedaan, ik heb mijn schoenen uitgedaan. Ik heb mijn sokken uitgedaan. Ik had twee sokken. Toen heb ik mijn reet afgeveegd met mijn sokken. Met mijn fucking sokken heb ik mijn reet afgeveegd. Dus ik was klaar met vegen. Twee sokken lichter. Ik gooi die sokken bij mijn drol neer. Ik loop weg. Ineens, huh? Mijn moeder stond om de hoek. Met Pien. En ineens, Pien! Pien! Nee joh! Lag Pien, mijn eigen hond, in mijn drol te rollen. En op het moment dat ik Pien eraf wil halen, begint ze het op te eten. What the fuck? Dat is echt kapot vies. Pien, als je dit kijkt... hoe kunnen we... Nou, dit verhaal is natuurlijk echt super nasty. Maar het volgende verhaal is nog viezer. Dat is gewoon... Ik was een jaar of 8, toen zat ik nog op voetbal. Ik heb iets van 8 jaar op voetbal gezeten. Wij hebben altijd zoiets op de voetbal gehad, dat heet jeugdolympiade. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dat is gewoon met alle kinderen, ga je spelletjes doen, voetballen, een heel weekend lang. Daar overnacht je dan ook in tenten. En dat was super leuk. Maar ik was 8 jaar en ik vond het allemaal heel spannend en zo. Op een gegeven moment kreeg ik fucking erg buikpijn. Ik had waarschijnlijk een dode vogel gegeten of zo. En ik dacht, nee joh, er komt een scheet aan, die scheet. Dat is echt, die scheet, daar kon ik gewoon een atoombom mee overwinnen. Het was gewoon niet normaal. Dus ik denk, oh, lekker. En het was avond, weet je wel, in die tent. Dus ik gewoon gaf zo. En ik scheid mijn hele broek vol. Helemaal vol, diarree. Ik voelde het zo langs mijn bovenbenen glijden. Ik dacht, oh, what the f... En het gelukkige was, is dat in de avond gaan de ouders van alle kinderen nog gezellig een biertje drinken. Of gewoon lekker in de kantine gaan ze feesten. Ik naar mijn ouders zoeken, vind ik mijn moeder. Mama... Mam, ik heb in mijn broek gepoept. Ik liet een hele dikke scheet. Toen liep dat langs mijn benen. Het liep serieus net nog niet mijn schoenen in. En het was echt zo grappig eigenlijk als ik aan terugdenk. Het poep liep langs mijn benen. Mijn moeder moest me natuurlijk naar huis brengen. Want ik had nieuwe kleding nodig. Het stonk. Ik had nieuwe kleding nodig. En ik moest achterop gaan zitten op de fiets. Dus toen ging het zo lekker aankoeken. Lekker plakken. Serieus, het is voor 5 minuutjes... fiets of zo, maar ik voel als een eeuwigheid. Ik heb me nog nooit zo kut gevoeld. Dat was sowieso het meest nastie wat ik ooit meegemaakt heb met poep. Zelf dan, hè. Dat was echt nasty. En ik weet niet of jullie het herkennen, maar als jullie jong waren, ik was sowieso altijd super vroeg wakker. Hè? 5:30 ochtends was ik altijd wakker. 5:30, 5:00. En dan ging ik gewoon beneden tv kijken, wachten tot ik naar school moest. Dus zat ik echt 3 uur lang gewoon beneden. Maar toen ik nog jonger was, moest ik ook poepen in de ochtend. Altijd als ik wakker werd, om 5:30 of zo. Altijd ging ik lekker poepen. Maar als klein kind kan je je reet niet afvegen. Dus ik riep altijd zo... Ik heb gepoept. En ja, ik zat dus eigenlijk te wachten tot iemand mijn reet ging afvegen. Meestal kwam mijn vader en moeder dan zo met zijn slaaphoofd zo binnen zo... Waarom nou weer zo vroeg, Don? Waarom moet je altijd zo vroeg schijten? Ja,
Ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar mijn ouders die veegden altijd mijn kont af toen ik klein was. Of hebben jullie ook wel eens dat je zo nodig moet poepen, dat je echt dat je gewoon buisbeoefeningen aan het doen bent en dan hou je het helemaal op zo. In ieder geval, dit waren echt nasty verhalen. Vooral dat ik in mijn broek scheet, dat was gewoon super vies. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe dan een blauw duimpje omhoog voor meer van dit soort random verhalen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video.